Ik ben een groot liefhebber, al heel erg lang, van horrorverhalen, van gothic novels, adult comics, die verslond ik als kind. En toch denk ik dat ik in plaats van spanning in die horrorverhalen eigenlijk eerder een soort geruststelling vond. En dat dit boek, Vallen is als vliegen, het echte horrorverhaal was. Het boek opent met de onrust die jaren eerder ontstaat bij de verteller, die zichzelf ondergetekende noemt, en die beseft dat ze al jaren een bepaalde onrust, iets dreigends, wat zich achter haar bevindt, uit het zicht probeert te houden, op afstand probeert te houden. En dat die onrust die neemt toe, bijna als het gerommel vlak voor een vulkaanuitbarsting. Nou, bijna zoiets dat je voelt en rommelt en beweegt iets onder de aarde, onder de grond. En dat gaat waarschijnlijk tot uitbarsting komen. En die uitbarsting, dat was heel letterlijk op die 13e november. Toen was die geschiedenis, die achtergrond, niet meer af te sluiten. Niet meer die zware deur daarvoor, dat was niet meer dicht te gooien. En ik dacht, ik vind het eng, maar ik moet terug naar waar wij vandaan komen. Het gezin waarin wij zijn opgegroeid en wat daar is gebeurd. Het gezin wat ik in het boek de familie Holbein noem. En waarin de vader de Minotaurus was, die heerste over lichaam en geest van zijn kinderen. Ik werk eigenlijk heel veel met notitieboekjes. Ik heb jarenlang de Moleskine-boekjes gebruikt. En nu gebruik ik wat compactere boekjes. En dat is eigenlijk, daar zit alles in wat qua denkwerk aan gedachten en taalvondsten, invallen, fragmenten, elementen van verhalen, wat mij te binnen schiet. En ik zorg dat ik altijd zo'n boekje bij me heb, vulpen erbij. En het is zeker niet alleen maar elementen en fragmenten voor verhalen. Er zitten ook tekeningetjes in die ik maak. Er zitten boodschappenlijstjes soms in, berekeningen, rekeningen die ik moet betalen, dat ik even kijk van hoe staat het daarmee. Maar eigenlijk is zo'n boekje is een beetje de weerslag van een aantal maanden in mijn leven, waarin alles wat ik later in verhalen of in een roman ga gebruiken, dat staat daarin. En zo'n boekje vormt zich dan, dus na een aantal maanden, soms al in een maand, is het helemaal van begin tot eind volgeschreven. En als ik dan tijd heb, dan voer ik het in de computer. En ondertussen ga ik vrolijk door met een volgend boekje. De invloed van de stad Utrecht, die is eigenlijk heel groot. Daar ben ik me bij het schrijven niet eens zo van bewust geweest, hoe groot die is. Het gaat voor een heel groot deel ook over die wijk, Lombok. Wijk die in de jaren 70 afgesneden is geraakt van het centrum. Veel arbeidershuisjes, lage woningjes, Kanonstraat, een straat met huisjes waar dan de hoertjes woonden, de eenoudergezinnen zonder douches en de Damstraat waar ik ben geboren en getogen in een bovenwoning als een van de kinderen in een heel erg groot gezin. Mijn vader was getrouwd, had met zijn eerste vrouw 5 kinderen. Mijn moeder was getrouwd, had met haar eerste man 2 kinderen. Dat is in de oorlog is dat gebeurd, zijn die beide huwelijken. Ze kwamen elkaar tegen en hebben toen heel veel nieuwe kinderen gekregen. Met steeds wisselingen in samenstelling van wat woonde daar nu. Voor mij persoonlijk heeft dat bijvoorbeeld opgeleverd dat ik, nou zo tot mijn 12e, soms niet wist of mensen die bij ons over de vloer kwamen, nou broers van mij waren of ooms.
En of mensen die over de vloer kwamen nou zussen van me waren of tantes. Dus je zou kunnen zeggen, die plek, die bovenwoning, dat is een soort verzamelpunt geweest waar verschillende gezinnen in verschillende samenstellingen zich een tijd lang hebben opgehouden. En dat verklaart misschien ook waarom er zo weinig gesproken is met elkaar over wat zich binnen de muren en de ruimtes van dat bovenhuis heeft afgespeeld. Ik ben misschien wel een leven, een schrijversleven, met dit boek bezig geweest. Het is een bevrijding dat het boek er is. Ik ben er trots op. Het is niet dat ik denk, nu is het klaar, afgesloten uit. Ik heb heel erg meer dan bij mijn andere werk, en dat ben ik heel erg blij mee, het gevoel dat dit een levend boek is. Dat het echt er is en niet alleen met mij wat doet, maar met heel veel lezers steeds opnieuw wat doet.